Nou, hier een live verslag vanuit Bangkok in hotel Easton Makassar. Welkom te verder. We beginnen met ons uitzicht. Onze mooie skyline van Bangkok. Kijk eens wat prachtig. Dit zien we vanuit ons bed. Ik zal het even laten zien. Want ja, ja, we hebben ook een leuk bedieningspaneel. Daar kunnen we met één hand op de knop alle belichtingen bedienen. Dan moet ik wel even weten welke. Ja, ja, een leuk sfeerlampje die gelijk eruit gaat. Dan doet hij niet meer. Oh ja, natuurlijk. Ik moet eerst de pas nog in de groen stoppen. Kijk, een mooi sfeerlampje. Dan zie je gelijk ons bed. Dus als ik zo ga liggen, kijk zo. Dan zie je, moet jij je even omdraaien. Moet jij je even omdraaien. Dan zie je dus dat. Maar goed, komt u verder. Ik zal je ons bedieningspaneel even laten zien. Even hier kijken, want ja, we kunnen zelfs ook onze tv aanzetten. Dan beginnen we eigenlijk met picture, dus dan hebben we nog een beetje sfeerverlichting. Moet je even filmen. Dan hebben we nog een nightstand. Kijk, licht. En dan hebben we nog onze bedstand. Dan gaan we even onze tv aanzetten. De tv, gaat die aan? Ja, we moeten eerst even van de standby halen, denk ik. En wat zien wij daar staan? Welkom, Mr. Geoffrey Rutger. Kijk, wat een luxe, hè? Nou, dan zetten we hem. Hij staat niet meer op Nederlands. Ja, goed, hij kan dus gewoon op Nederlands als we op de 7 drukken. Nou, hier kunnen we dus alles kiezen. Zoals je ziet, amusement. Dan kunnen wij spelletjes spelen. Communicatie, room service. Geen idee wat dat is voor de lol. Dat zullen wel ook de spelletjes zijn en informatie. En we kunnen dan natuurlijk ook nog... Ja, waar moet ik heen? Eigenlijk. Nou, we hebben bioscoop, jukebox, live radio en live tv van over de hele wereld. Maar we gaan even verder, want we hebben natuurlijk onze kamer. Ons prachtige bed. Onze mooie stoeltjes waar we gezellig kunnen zitten om van de skyline te genieten. Dan hebben we onze, ja, onze alcoholische drankjes. En nog wat party snacks. En uiteraard zijn die vergeten om de Durex er ook nog bij te doen. Dan hebben we hier nog allemaal flesjes water, een waterkoker om een lekker theetje te maken. Of een lekker koffietje zoals je hier ziet. En natuurlijk de Yellow Page of Bangkok. Dus ja, als je iets nodig hebt, dan ga je het hierin vinden. We hebben dan onze minibar. Met een paar blikjes Heineken en nog ander bier en flesjes cola en water. En onze eigen kruidnootjes. Het is niet goed te zien, want ja, helaas is de lichting daar iets minder goed. Dat geeft niet. Niet heel erg belangrijk. Dus we doen hem weer lekker dicht. Dan hebben we onze badkamer. Jawel. Met een mooie gouden spiegel. Wat wil je nog meer? Een prachtige wasbak met wastafel. En natuurlijk kun je hier even een doekje pakken als je dat nodig hebt. En we hebben natuurlijk een lekker bad. En dan
afstandslijntje om onze spulletjes op te hangen. Hier nog een mooi dingetje om onze spulletjes in te zetten. Gaan we het meer vertellen? Dit was het van Bangkok.